Deze video gaat over een van de bekendste formules uit de natuurkunde. En dat is de formule die ooit door Einstein als eerste is omschreven. Um, die een relatie legt tussen de massa en de energie. En eigenlijk zou je ervan uitgaan dat er geen relatie is tussen massa en energie. Maar die blijkt er wel te zijn. Je kunt massa zien als een bepaalde vorm van energie. En je kunt ook energie zien als een bepaalde vorm van massa. De ene is om in de andere om te zetten. Daar komt het op neer. En de formule luidt als volgt, ESMC-kwadraat, met de massa in kilogrammen en de energie in joule. En wanneer je in staat zou zijn om 1 kilogram om te zetten in pure energie, dan krijg je ontzettende hoeveelheid energie, namelijk 90 petajoule aan energie. Einstein was ook de eerste om bij zijn formule aan te geven dat hij zelf dacht dat dat nog wel eens heel ingewikkeld zou kunnen zijn, misschien wel onmogelijk om massa om te zetten in energie, maar theoretisch uh, zag hij het verband tussen massa en energie? Nou, wat bleek later? Eigenlijk is het helemaal niet zo heel ingewikkeld en komt het ook best voor in de natuur dat massa wordt omgezet in pure energie. En het bekendste voorbeeld is misschien wel uh, wat er gebeurt wanneer een elektron en een positron elkaar ontmoeten. En een positron wordt ook wel antimaterie genoemd. En wat gebeurt er wanneer een elektron en een positron elkaar ontmoeten? Dan zullen ze beide verdwijnen, de massa verdwijnt, maar je krijgt wel ineens een hele bult energie. Dus massa wordt hier omgezet in pure energie. In de praktijk blijkt dat dit soort processen vooral optreden wanneer je kijkt naar uh, uh, atomaire schalen, wanneer je kijkt wat gebeurt er met atoomkernen. En daar gaan we ook in, in de rest van deze video ons op richten. Eerst eventjes met het uh, omrekenen. Het omrekenen van massa's naar energieën en van energieën naar massa's gaat dus met behulp van de formule van Einstein, esmc kwadraat Het enige wat je dan nodig hebt uit BINAS is de lichtsnelheid, want dat is natuurlijk die C. En dat is een hele grote waarde en die kun je in tabel 7a opzoeken. Wanneer je nu te maken hebt met uh, atomere processen, dan zijn we veel meer gewoon om niet met massa's in kilogrammen te werken, maar met massa's in U. Waarbij, een, waarbij de u de atomaire massa-eenheid is. Dit komt natuurlijk heel vaak voor en wat je dan moet kunnen is omrekenen van U'tjes naar, kilogram, naar kilogrammen of van kilogrammen naar u. En dat uh, kan wanneer je het volgende getalletje opzoekt uit BINAS. 1 u is gelijk aan 1,66 mal 10 min 27 kilogram en die waarde staat in tabel 7b. We zijn ook gewend om, wanneer we kijken naar kernprocessen, de energie niet uit te drukken in joule. Maar in elektrovolt. Vaak mega-elektrovolt, een miljoen keer zo groot. Maar zeker niet in joule, want uh, 1 joule is veel te groot. Uh, om de um, processen te beschrijven die in atoomkernen gebeuren. Dan moet je natuurlijk ook kunnen omrekenen van elektrovolt naar joule en van joule naar elektrovolt. Ook daar heb je een omrekenfactor nodig. En ook die staat in BINAS in tabel 7a. Heel vaak dus moet je van een massa in U omrekenen. Naar hoeveel energie komt er dan vrij, uitgedrukt in elektronvolt of in mega elektronvolt of andersom. Nou, als je nou naar deze tabel kijkt, dan kun je zien dat je dat kunt uitvoeren in drie uh, berekeningen die je achter elkaar moet uh, doen en dan kun je dus uh, van massa en u naar energie in elektronvolt uh, omrekenen. Maar het kan ook sneller en ik wil je die zeker nog even meegeven, want dat kan je daar heel veel rekenen besparen waardoor je sneller tot je antwoord komt en Daarvoor heb je ook een omrekenfactor nodig en die omrekenfactor staat ook in Binas in tabel 7B, want daar staat namelijk ook uitgezet hoeveel energie uitgedrukt in megaelektronvolt overeenkomt met 1 u massa. Dus als je eenmaal weet hoeveel u massa er wordt omgezet in energie, kun je met deze omrekenfactor heel snel uitrekenen hoeveel megaelektronvolt dat is.